We kijken naar de betalingsbereidheid en dat is de hoogst mogelijke. De hoogst mogelijke prijs die een klant bereid is te betalen voor een product. Nou, stel dat de prijs lager is dan de betalingsbereidheid, dus als de prijs lager is dan de betalingsbereidheid, dan zal de klant het kopen. De klant koopt het product. En als de prijs hoger is dan koopt de klant het niet. En je kunt dat of uit de tekst vaak halen, of als je een formule hebt, een vraagformule, dan kun je het uitrekenen of uitpuzzelen of aflezen uit het plaatje. Ik heb hier een vraagfunctie, min 100p plus 500. Nou, als ik QV is 0 ga zoeken, dan krijg ik 0 is gelijk aan min 100p plus 500. 100p moet dan gelijk zijn aan 500. En als ik dat oplos, kom ik uit op een p van 5. Nou, bij een p van 5 zal de vraag dus 0 zijn. En als ik 1 cent ervan afhaal, die prijs van 4,99 euro is dan de betalingsbereidheid. En als je dit in een grafiekje zou tekenen, dan krijg je p en q. En die 4,99 euro kun je dan ook aflezen. En in dit geval is, als de prijs 0 is, dan zal de vraag 500 zijn. En deze snijdt dus bij 5, maar omdat bij 5 niemand iets koopt, moet je daar dus eigenlijk 1 cent van afhalen. En dan heb je de maximale betalingsbereidheid. Nou, de hoogst mogelijke prijs die een klant bereid is te betalen, dat is de betalingsbereidheid. Is de prijs lager dan de betalingsbereidheid, dan gaat de klant het product kopen. En als de prijs hoger is, dan koopt hij het product niet. Je kunt ook de betalingsbereidheid wiskundig ontdekken door de QV-formule gelijk te stellen aan 0. Dan kom je uit op de prijs waarbij er 0 producten worden verkocht. En als je daar dan 1 cent van afhaalt, dan heb je de betalingsbereidheid. De betalingsbereidheid. En die kun je ook aflezen door te kijken waar de QV-lijn de P-as of de I-as snijdt. En in dit geval kom je dan ook natuurlijk uit op 4,99 euro.